Yo, it's Kevin, and you are watching episode 3 of Dual Survival. A link to the playlist will be in the description. This episode will be a bit different compared to the first two, and it's also a bit longer. This episode will be the first in the series to feature a lot of perspective changes between the Moist Misguider and myself, which are indicated by the watermarks so you won't lose track of who you're watching at the current moment. The top right hand corner for myself, and the bottom left hand corner for the Moist Misguider. It's time to put the duel in survival, starting now. As per usual, at the start of the episode, I'll show you the stash I'm currently working with for the current episode. So kick back, relax, and enjoy a long episode filled to the brim with success, fails, doubts, trust, hectic moments, and just two dudes trying to overcome challenges which are stacked against them. Filing cabinets doen of niet? Nou, ik proef jou wel. Jezus, ik heb nu 3 keer 203 gevonden. Wauw. Je droomde altijd van. Staat op dat platform. Ik zie hem. Kan een shot nemen? Ja, ik move eerst closer. Neem een shot voordat hij moved? Yep. Nope. Ah, hij moved al, laat maar. Ik ben hier beneden aan die base. Oh, nou heb ik hem gespot. Oh! Potato aim. Hij rent links langs de weg. Hij zit naast het bushokje. Hij heeft mij in... in zijn vizier nu. Moet weer. Kom aan. Jij nu rennen? Nee. Oh, nice. Er zat hier nog eentje boven, dus. Ik loot deze gast even snel. Gewoon. Hij zit achter die tanker. Laat hem maar komen. Oh, hij heeft mijn been eruit geschoten. Ik kon niet snel achter de koppen gaan zitten. What the fuck? Ik was helemaal lijp. Nou, hij is ook gebroken, dus ik zou ook een splint moeten hebben. Heb ik voor je. Kon je het struiken? Ben ik. Oké. Maar jij hebt een splint? Ik heb een splint gevonden net, ja. Ik drop eerst een mesje. Oké, die blijft liggen. Splint ligt hiernaast. You got it. Ik loop vast een beetje vooruit heuvel op. Geen pinker, dus hij loopt nog steeds heen. Ja, maar dan gaat die blur als het goed is wel weg. Ja. Wat we ook kunnen doen is naar Scav Island. Ja, dat is wel echt een heel stuk in het open rennen waar ik gewoon tering langzaam ben. Ja, wat we kunnen doen is dat jij aan deze kant wacht, dat ik even snel ga kijken wat daar pinkers zijn. Dan heb je wel meerdere medcases. Ik drop hier wel even wat shit, want anders heb ik daar geen ruimte in mijn tas. Dus als er iets bij ligt, de green tea en shit. Als ik niet meer terugkom, gebruik het. Oké, ik ga. Dit is echt het slechtste wat je kan doen in een survival situation, hè? Mm-hmm. Splitten. Mm-hmm. Never vooral split the al, team. Vooral als er eentje al gewond is. Never split the party. Nope. Het ziet er onbewoond uit. Geen natives, maar wel sporen van civilization. Ja, oké, de life history al reconstructed. Ja, er zijn hier ooit mensen geweest. Er zijn hier ooit constructies gebouwd.
duurde even. Oh, morphine. Yep. Een bandage. Nice. I'll take it. Ja, pak wat je nodig hebt. Gaat zo vast zijn die hergeschikt hier. Ja, yep, heel goed. Ik zie geen sniper scap, by the way. Oké. Okay. Heads up. Ik zie hem wel. Hij staat aan de rechterkant. Hij schiet op mij. Mijn arm is kapot. Zeg jij maar. Ik ben voor de power. Heb jij trouwens iets van mats? Denk ik het niet, hè? Yep. Oké, okay, dan gaan we voor de power. Hopelijk ziet sniper me niet meer. Ik ben nu binnen. Ik ga rechts. Oké, naar links. Jezus. Dat is echt schil. Hier is een skip down. Komt er nog eentje aan volgens mij. Geen bandage. Okay, ik ga pushen naar binnen toe. Yep, ik sta naast de auto. Naast de auto's. Yep. Ik had hier nog eentje op de binnenplaats. Oh. Wel snipers, Kev. Oké. Nope, geen bandage. Ik heb wel duct tape. Ja, ik ook, maar... Oké. Dan moet ik nu snel gaan, man, want mijn wagen is nu er ook uitgebloed. En al mijn limbs gaan nu. Nou ja, ik ga dat dekken niet halen, man. Als ik nog helemaal naar Extract moet. Ja. Pak mijn shit en go. Ik ben hier bij de jassen. Je gaat gewoon mee. Oké. Kom. Dan moeten we wel echt rushen. Het is ook kut, man, als je helemaal geen meds bij hebt. Kom op, man. Nog even volhouden. We zijn er bijna. Nice. Maar dan ga je toch minder snel dan ik toch had gedacht met de bleeden. Ik dacht, ik ben fucking dead. Ja, je gaf het al meteen op. Van, nou, man. Fight till the end. Dat zijn wel lekker korte reet, zo. Ja, als je elke keer naar de tering gaat, wel, ja. Ja. Fuck. Hoop ik zie iemand buiten lopen, Skev. Ja, ik laat hem gewoon lopen. Ja, binnen plaats. Oh, Ezzy ben. Allebei fucking getaden. Ja, ik zat er niet trap hier te schieten. Ik durfde ook niet te veel te moven, maar ik anders in jouw vuur gaan zitten. Mm-hmm. Jouw kill. En je computer gaan tilten. Kon je wat lopen? Ik hoorde iemand lopen toen jij aan het looten was. Hello. Schrijf aan. Jezus. Zo makkelijk de tering. Die hebben gewoon schoten. Oh. Okay, pak je even snel wapenbox. Yep. Ah, top was. Ik wacht even op de grap. Ik ben ook een goede kal, man. Ik had hem niet gehoord. KSU. Nice. Goeie gun. Kijk. Die is zo satisfying, hoor. Mhm. Ja, PP Anna. Ja, die klik is wel het meest satisfying aan de hele gun. Yep.
Oké, okay, drop die AKM. Hij heeft een MR133 en die moet ik hebben voor die quest. Oh, van gelijk. Yep. Ik ben achter. Binnen. Even de deur achter me dicht. Clear. Kom naar boven. Heb je al die deuren hier open gemaakt? Ja. Safe aan doen. Oh, Bitcoin. Yep, dat wordt let's monkey time. Oké. Okay. Deze duffel al gedaan? Nice. Goeie find. Ja, daar staat hij. Ja. Yep. Oh. Kom op de camera. Schuur? Is niks. Lijmspuik? Ja, ik lag ook al de hele game. Yo. Oh god. Ik was even bang. Ik denk, nu komt die bandits tevoorschijn. After we both reached the extraction point, it is now time to trade in some items for the quests and stash away the Bitcoin. Which of course for us is the only way to get access to the lab, but we both decided against going into the lab immediately and wait until we can actually defend ourselves proper with proper ammo and guns. I also took this time to trade in some of my duct tape for car med kits, which of course are very valuable to us, and some of my matches for painkillers, as well as making use of some other miscellaneous barters. Ik ben nog gespand. Ik ben nog aan het laden. Zit achter bij... Oh, ik zie iemand rennen al. Shit, bij de... Iemand bij de rode containers, bij de rode trein. Daar zag ik iemand bij de rode trein daar. Zag ik iemand naartoe rennen. Oké. Okay. Maar hij rende van rechts naar links. Oké. Okay. Dus hij is naar de heel gegaan, denk ik. Nee, heel is voorbij de trein. Van ons gezien. Heel niet hier, nee, heel is hier links, blauw. Die blauwe rijk, hij is daar naartoe gerend, man. Ik okay, weet het zeker. Nou, zo gaan? Ja. Zit achter jou? Hier is het heel. Oké, okay, je hebt gelijk. Hop! Hier achter de hot links. Ik ben net. Rip. Nou, ik ben ook dead. So, after getting Tarkov'd in the last raid, having a late spawn, and my spawn was even later than my partner, immediately having a party on our position, maybe two, we don't know, we decided to go balls to the walls and head back into the factory. Volgens mij is Kev beneden. Ik ben even bij Skybridge, maak even die deur dicht hier zo. Best vast op de trap beneden. Kom naar beneden jumpen. Hop, beneden. Is Kev aan? Reloading. Pak even die dudes aan, hoor. Scaf. Maar kijk uit, kan het deze. Beloning. Oh, nog eentje. Rechts. Rechts. Down. Oké, de eerste. Yep, is goed. Hier is een andere scap, down. Moet repacken. Dan kon je het nog rennen. Yep. Down. Nog een play hier. Ah, ik ben down. Waar? De andere deur, niet waar we vandaan kwamen. Hallo, motherfucker.
Hij ging jou gelijk looten. Ik heb hem. Nice. Ja, hier ligt een lijk. In de deuropening. Nou, dan zit hij deze kant te aimen. Als jij die angle houdt, dan ga ik terug en dan push ik vanaf de andere kant. Oké. Oké, ik ben bij de deur van de badkamer. Oké. Ga maar. Maak hem open. Ik ben in de badkamer. Jo, ik ga hem nu ook even doen. Oh, hij zit achter me, zit er eentje. Ik heb beschoten, ben nog niet dood. Hij rent achter me aan. Ik ben in de badkamer. Ben jij in de badkamer? Oh, dat ben ik. Oh, ik zie jou. Ja, dat ben ik. Oh, twee dudes. Eentje heeft Pfizer. Eentje heeft de Pfizer. Fuck. Reloading. Ja, dat... Hij heeft mij. Fuck. Had je nog die extra merk? Ja. Echt? Hij ligt hier. Oh, nee, ik zie hem, ja. Ik was ook wel even bang. Het is wel echt shit allemaal, volgens mij, though, dus... Ja, maar deze pistool is ook fucking shit. Alle 9x18 kogels zijn shit. Oh, ik zie een gast voor ons. Oh, ja. Ligt achter die steen hier. Bij mij? Hij is down. Oh, nice dude. Ga snel looten. Ik koffer je wel. Nee, ga maar jammer. Ga looten. Okay. Koffer je. Jouw kill. Jouw loot. Pak maar. Pak gewoon. Nee, pak jij het. Jouw kill. Fucking netjes gast. Je hoort mij nog rondlopen. Ga even in deze truck zitten. Fucking Adar. Pepper. Als hij allemaal max heeft voor die... Had hij twee guns? Ja, hij heeft twee guns. Ik drop die Pepper voor je. Hij heeft ook twee painkillers. Nice. Twee losse painkillers. Holy shit. Ja, hij heeft gewoon twee guns en voor allebei die max. Holy shit, dude. Maar hij wordt gewoon gedekt door twee gasten met een fucking Mackie. Thanks, man. Yep. A few inches later. Move to the gas station. Grenade ging af op de gas station. Ja. Misschien moeten we hier even wachten. Kijken wat die gast bij die ik daarnet zag. Wat die gaat doen. Want die gaat waarschijnlijk zo meteen van links richting gas station pushen, denk ik. Wordt nog volop gevolgd bij New Gas. Mm-hmm. 12 seconds later. Oh, grenade. Vanaf de hill. Oh, ik ben dead. Welke key is dat ook alweer? Military base checkpoint key. Is hier een flashlight links? Ah ja, ja. Oh, yep. Ja, schrijf dan. Doe het even snel. Je hebt geen gun, hè? Ik heb wel TT.
Ja, je pak jij deze shit dan even, Saiga. Pas ik jou even iets later. Oh, ik heb een P226 magazine gevonden. Oh, die is ook nog vol. Cool. Ik heb geen ruimte voor celebrant, man. Ah. Ik heb niks om het vast te houden. Wil je mijn backpack? Nou, jammer. Sure? Want die kan je celebrant in ieder geval gebruiken. Ja, true. Heb je een rig? Ja. Oké, ja, dat is goed. Nice. Tot op die nice. Check deze abomination. Ik heb nu ook een tittyscope op mijn Asaga trouwens. Holy shit, gast. Als ik nu één aan site doe. Oh. Hier, check deze. Nee, ik zie het wel in de vid. Ik zie het wel in de vid, man. Ik hoor je met lopen. Oké, loot is goed. Kijk mijn koffer. Helemaal niks gehoord. Ja, is goed, ja. Maar ik hoorde, schrijf voor je. Ja. Hij heeft ons niet gespot. Nu wel, hij kijkt nog. Nee. Schiet hem als je kan. Op de weg, volgens mij is dat... Scaf? Waar we vandaan kwamen? Ja. Ver weg. Nog eentje komt rond de hoek om. Ja, die komt onze kant op. Zie je maar als je shot hebt. Jan is weg. De hoek om, ja. Ze kunnen deze kant uitkomen. True. Hij heeft wel een backpack, duffel. Scaf aan het eind van de weg komt ook deze kant op. Ik heb een teabag. Hij heeft ook een AVS. Die heb ik al. Ja. We kunnen trouwens beter nog een stuk langs de muur en dan kunnen we een checkpoint doen. Ja. Oh, nog een scav op de weg. Ja, ik zie hem. Jesus Christ. Reloading. Oh, hij is al dead. Oké. Okay. Bijna geen ammo meer, joh. Dat waren de gunshots die we net hoorden. Twee bodies. Mm-hmm. Laten we hopen dat die gast al is gemoved. Was al wel even geleden dus. En als die naar ons toe was gekomen, hadden we hem al tegengekomen denk ik. Ik ben trouwens binnen, checkpoint. Ja. Sprung spot is er. Nice. Nou, zullen we maar doen dan? Ja. Scavs hier? No way. Scavs hier?